Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Ja, ik heb even een oproepje, want ik merk bij het uploaden van Metro Simulator op mijn kanaal, merk ik dat er elke keer vragen binnenkomen. Ik heb een probleem met een route. De wissels doen het niet. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ik krijg de bediening niet voor elkaar. Ik krijg de metro niet gestart. Hoe werkt dat allemaal? Weet ik voor allemaal. Allemaal vragen over Metro Simulator. Ja, ik ben alleen een streamer. Ik ben degene die alleen video's upload, het spel laat zien. Ik stream dus ook af en toe de video, de Metro Simulator stream ik af en toe. Ik ben geen maker, ik ben niet de ontwikkelaar van dit programma. Bij vragen moet je dus naar Metro Simulator Beta gaan. Die moet je even intypen bij Google, dan krijg je een link. Ze hebben een officiële website, ze hebben een forum. Ze hebben zelfs een Wikipedia-pagina. Die Wikipedia-pagina, dat heb ik ooit verzonnen. Ik heb ooit eens een keer gezegd tegen die gasten op de forum van, joh, maak eens een Wikipedia-pagina aan. Dat zou wel heel erg handig zijn. Dan kan je alle informatie erop zetten en de routes en de haltes en wat ik voor allemaal. Dat zou misschien wel heel erg makkelijk zijn. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben ook een Wikipedia pagina. Dat heb ik ooit verzonnen. Mag ik eerlijk zeggen. En als je dus vragen hebt over Metro Simulator, ga ze niet elke keer in de comments plaatsen. Want ik ben dus geen ontwikkelaar. Ik heb helemaal niks met Metro Simulator te maken. Geen producer, ik ben geen maker. Ik hoor niet bij die club, hoor ik niet bij. Ik kijk alleen op het forum. Ik plaats bijna heel zelden plaats ik meer een bericht op het forum. Omdat als je een beetje te kritisch bent, dan hebben ze gelijk, dan is het niet goed. En dan krijg je gelijk de hele club tegen je. Dus ik tegenwoordig lees ik alleen maar in het forum. En ik zit dus niet in die club die de Metro Simulator ontwikkelt. Die routes alvast van tevoren test en zo. Daar hoor ik niet bij. Ik ben alleen iemand die streamt, die af en toe de video streamt. Ik ben ook degene die af en toe video's maakt voor Metro Simulator. Maar ik krijg zoveel reacties van hoe werkt dat, hoe werkt dat. Ik heb een route, help me, want ik kom er niet uit. Ik heb een probleem ermee. Ga naar de officiële Metro Simulator website. Dan kom je er vast wel uit. Ze hebben een forum, ze hebben een Wikipedia pagina. En op die Wikipedia pagina staat niet alleen de route op, want daar staat ook heel veel dingen op, hoe alles werkt, de wissels werken, de routes werken, de activities, hoe dat werkt, hoe je zelfs een eigen activity kan maken. Er staat echt een hele grote handleiding in de Wikipedia pagina van Metro Simulator. En ik hoor niet bij die gasten, dus ik heb daar verder niks mee te maken. Ik ga niet elke keer vragen stellen. Dat is echt super irritant. Ik heb al een paar keer gezegd van, joh, ik ben niet de maker van dit spel. Voor problemen vragen moet je naar hun gaan en niet naar mij. Want ik doe alleen het spel streamen en af en toe even het spel video opnemen. Of ik stream het. En voor de rest doe ik verder niks ermee. Dus stop met vragen. Ga gewoon naar de officiële website. En dan komen jullie overal achter hoe alles werkt en zo.
Dit was even een vlogje, dit wou ik toch nog even melden. Ik had het al pas geleden, had ik het al gezegd, van ik zou nog een apart oproepje maken, want er is me nog wat opgevallen. Dat had ik in een vlog gezegd. Nou, bij deze dus, stop met vragen. De volgende keer als er weer wat gevraagd wordt, dan stuur ik ze gewoon deze link op van joh, kap met vragen. Ga gewoon naar de officiële website en daar heb je een forum, een Wikipedia pagina en dan kan je alles vinden. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer nog eventjes op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ja, ik spreek jullie allemaal weer. Een fijne dag, ochtend, middag, avond, nacht, weet ik veel, wanneer je deze video kijkt. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes aan deze kant. Bye bye. Hoi.